Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag kijken we naar de spelregels van Power Plants, een nieuwe uitgegeven door Happy Meeple Games. In het spel zijn we tovenaars. En wat is er nu gemakkelijker dan dat je alle ingrediënten voor jouw toverdrankjes in jouw tuin kan zetten? Maar je moet de tuin delen met nog wat andere tovenaars, dus dat wordt hem al snel een chaos. En wie gaat daar dan de overhand nemen? Wie kan met zijn hulpelfen de tuin gaan domineren? Dat is de vraag in Power Plants. Laten we eens kijken naar de spelregels. Wil je weten wat ik ervan vind? Er volgt later nog een review en dan zie je hier een link verschijnen. Bij het opstellen van Power Plants is de eerste keuze die je moet maken de keuze van welke planten steek ik in het spel. Je kan dat willekeurig bepalen. Daarvoor hebben we deze set aan kaarten. Je hebt de gewone kanten. Daarvoor heb je ook dit overzichtsbladje nodig, dat zie je ook hier. Maar je hebt ook de alternatieve variant. Daar zou ik pas mee beginnen te spelen als je het spel al een aantal keer hebt gespeeld, want die zijn beduidend moeilijker. Wanneer je vertrouwd bent met de spelregels, met de basisversies, dan kun je er een aantal van die alternatieven gaan ingooien. Maar je gaat nooit spelen met de alternatieve plant van dezelfde soort. Bijvoorbeeld deze twee ga je nooit combineren in één spel. Dat spreekt misschien wel voor zich. Waar je nog rekening mee kan houden in het beste geval is de fase waarin ze actief zijn. Dit is eentje voor de ochtendfase, maar dat zien we ook dus aan de achterkant, de nachtfase. En voor ieder spel wordt er aangeraden dat je minstens 2 ochtendkaarten kiest of willekeurig trekt. 1 middagkaart en 1 nachtkaart. En je moet er in totaal 5 hebben, dus de 5e kan je dan volledig willekeurig nemen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ga deze voor de ochtend nemen. Vervolgens nog een ochtendkaart. Laten we dan overgaan voor een middagkaart. We gaan voor de sterrenbloem. Dan doen we misschien nog een middagkaart. Ja. En een nachtkaart. Planten worden altijd van ochtend naar avond gelegd. Wanneer er meerdere van hetzelfde tijdstip zijn, mag je die op een willekeurige volgorde leggen. In het geval van deze combinatie kunnen we alvast de ontbrekende kleur, dat zijn er dus altijd 3, die kunnen we er al uitgooien. Dus bijtbek, angstschaduw en diepwortel, die mogen terug in de doos. En dan afhankelijk van het aantal spelers gaan er potentieel een aantal tegels uit moeten. Met 2 spelers ga je nummer 7 en 8 eruit gooien van iedere kleur. En ga je 6 zoeken om klaar te leggen. Met 3 spelers gaat nummer 8 eruit van iedere kleur. En dan ga je nummer 7 moeten klaarleggen. En met 4 of 5 spelers ga je de 8 tegels klaarleggen. En de andere die mogen in de zak. Alle cijfers die je nodig hebt voor het spel gaan in de zak. Buiten de hoogste, daar komt het uiteindelijk op neer. En deze 5 tegels met de hoogste nummer, dat is dan 6, 7 of 8, afhankelijk van het aantal spelers, die leg je eigenlijk mooi tegen elkaar. Dit zijn allemaal percelen, dus de exacte volgorde waarin ze liggen, dat maakt niet zoveel uit. Van de overige percelen in de zak gaan we er willekeurig 3 uittrekken, nadat we grondig hebben geschuffeld. En die komen in een open markt te liggen. Spelen we met 5 spelers, dan komen er nog 2 bij. En anders krijgt iedere speler 2 willekeurige tegels op handen. En die zijn ten alle tijde tijdens het spel openbare informatie. De speler die als eerste trekt, dat wordt de startspeler en die krijgt ook de tovenaar. En in het geval dat die 2 dezelfde tegels heeft getrokken, van dezelfde kleur, dan mag die als eerste beslissen om te wisselen met deze kwekerijtegels. En zo gaan we dus met de klok mee allemaal die kans krijgen. Iedere speler krijgt verder ook een speloverzicht waarop alle effecten zijn uitgelegd voor de gewone tegels of voor de alternatieve tegels. Er staat ook bij hoe het spelverloop in elkaar zit en zelfs de puntentelling vinden we hierop terug. Dus eigenlijk, als je dit leest, dan weet je hoe het spel werkt. Iedere speler neemt ook deze 20 blokjes in zijn favoriete kleur. Zij stellen de feeën voor die in de tuin gaan rondzweven om onze gebieden te beschermen. Alle spelers moeten verder ook aan de edelstenen kunnen. Je hebt er van 1, 2, 5 en 10. Maar afhankelijk van welke planten er in het spel zitten, kan het zijn dat je deze weinig of heel frequent gaat nodig hebben. En nu zijn we klaar om aan het spel te beginnen. We spelen beurtelings in het spel, te beginnen met de startspeler. En een beurt bestaat uit 3 stappen. Je kiest namelijk een van jouw tegels. Die ga je toevoegen. Dit perceel gaat dan deel uitmaken van een veld mogelijk. Als je meerdere met dezelfde kleur naast elkaar gaat leggen.
Laat ik bijvoorbeeld zeggen, ik leg die hier. Dus nu hebben we een veld met twee percelen. Wanneer je een perceel wilt toevoegen, maar het geraakt er niet door te schuiven, omdat er een te nauwe opening is, dan mag dat niet gelegd worden. Andersom, moest je een tegel willen verplaatsen en hij geraakt niet doorheen de nauwe opening, dan noemen we dat een geblokkeerde tegel. En ik zet de tovenaar op mijn nieuw geplaatste perceel. En dan ga je kijken, in de eerste instantie, krijg ik hier een blokje op de tegel? Als er een groene achtergrond op de kaart staat, dan wel. Terwijl, als er een verbodsbord staat, dan niet. Dus in dit geval is het een blauwe tegel. Dus dan mag ik sowieso een blokje van mezelf op die tegel plaatsen. Ongeacht welke kracht je kiest. En dan moet je dus beslissen, kiemkracht of groeikracht. Kiemkracht, dat gaat zich altijd afspelen op de tegel zelf. Van het perceel waar de tovenaar op staat. Dus dan gaan we kijken in deze kolom. Wat doet het blauwe effect? Ofwel ga ik de groeikrachten doen. Dan ga je niet het perceel kiezen waar je op dat moment de tovenaar hebt op staan, maar alle naburige percelen. Van zowel het blauwe als het paarse perceel. En wel op de volgorde dat ze hier in deze kolom liggen. Dus eerst paars ga ik uitvoeren en dan pas blauw in dit geval. Later in het spel kan het zijn dat er meer dan twee percelen worden geactiveerd. Wanneer er verschillen in dezelfde kleur naast het nieuwe perceel liggen, dan mag je het ook meerdere keren uitvoeren. En dan mag je zelf beslissen welke je eerst wil uitvoeren. Dan stap 3. Ik heb een perceel gelegd. Ik heb het uitgevoerd, of het nu groeien is of kiemen. Maar daarna moet je je hand terug aanvullen tot twee tegels. Trek je hierbij een tegel die je al had, of toch in de kleur die je al hebt, dan mag je die wisselen met een tegel uit de kwekerij. Dan is de volgende speler het opnieuw. Je gaat een perceel toevoegen. De tovenaar wordt daar geplaatst. Dan gaat hij kijken, mag hij daar een blokje op plaatsen? Ah nee, bij deze honingblad mag dat niet. En dan kiest hij kiemkracht of groeikracht. Ik denk dat hij wil gaan voor de kiemkracht. En wat staat erop? Voeg 2 veeën toe van elk perceel naast de tovenaar waar 1 of geen vee staat. Dus er staat hier geen vee en er staat ook hier geen vee. Maar nu dus wel. De blauwe speler heeft zijn tovenaar hier gezet door deze hier aan te leggen. En laten we eens kijken wat hij nu wil gaan doen. Die wil deze actie doen, 3 veeën leggen op de tegel naast de tovenaar. Maar, dan komt er een belangrijke regel in het spel. Er kan eigenlijk altijd maar 1 soort elf per perceel staan. Dus dit gaat niet. Wat gaan we dan vervolgens doen? Ah, heel simpel. Van elk nemen we 1 weg. Dat kunnen we nog eens herhalen. En zo ga je dus eigenlijk verder, tot er maar 1 kleur meer overblijft. Of misschien zelfs geen kleur, dat kan ook. En zo blijft dat uiteindelijk doorgaan, totdat de tegels in de zak opgeraken. En dan krijgt iedereen nog 1 beurt. Zitten we in de laatste ronde en je hebt je laatste beurt al gehad, en iemand zorgt ervoor dat 1 of meerdere van je elfen worden verjaagd, dan word je gecompenseerd met edelstenen, 2 per verloren elf. Indien je alles goed hebt gedaan, dan gaat iedere speler evenveel beurten hebben gehad. Dus je gaat op het einde dus nog 1 tegel over hebben die je niet gaat gebruikt hebben. En hier liggen er ook nog 3 of 5 met 5 spelers. En dan komt het belangrijkste gedeelte van het spel, het punten tellen. Vooraleer dat we naar de puntentelling overgaan, ga ik nog de allerlaatste tegel plaatsen van deze zwarte speler. Hij heeft nog een paarse tegel met een sterrenbloem op en een emberhout, een groene tegel. En hij gaat voor emberhout kiezen. Er komt automatisch eentje op te liggen en hij gaat die heel strategisch hier plaatsen. Nu, dat gat is niet zomaar ontstaan. De blauwe speler heeft daarnet een gat gecreëerd doordat hij hier 3 tegels mocht verplaatsen, waarvan dus deze groene. Dus Roos zag het helemaal zitten, maar nu komt zwart ertussen staan. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Hij gaat voor de groeikrachten van alle omliggende tegels. Dus eerst het honingblad gaat activeren. De groeikracht is dat er op ieder naburig perceel naast de tovenaar, waar 1 of geen blokje staat, geen veetje staat, dat hij daar een blokje mag zetten. Dus dat was eigenlijk niet zo slim van blauw zelf, want die gaat zichzelf elimineren. Hier staat er geen, dus daar mag hij zichzelf zetten. En hier staat er ook 1, dus die mag daar eentje bij zetten, wat wil zeggen dat die ook net zoals hier, ze allebei verdwijnen. Dus dat ziet er ineens een pak beter uit voor zwart met zijn laatste beweging. En dat is nog maar enkel het effect van deze. Nu krijgt hij ook nog het effect van al deze emberhoutjes. En dat wil zeggen dat er 2 edelstenen worden toegevoegd aan een perceel naast het groeiende emberhout. Dus hier kan ik bijvoorbeeld zeggen, dat wordt die. Hier kan ik dat eigenlijk ook zeggen. En hier kan ik dat ook zeggen. Dus die krijgt gewoon nog 6 punten erbij.
Want nu gaan we over naar de puntentelling. Stap 1 is tel de edelstenen die je tijdens het spel hebt verzameld. De blauwe speler houdt er 5 aan over en de zwarte speler is heel creatief geweest daarmee en die heeft 8 punten. Op sommige plantenkaarten gaan we dan een eigenschap zien staan. Bij Bitebeck en Vleugelboon. Daar staat een eigenschap op en soms wordt die nu uitgevoerd. Dat staat bij, na het waarderen van de velden moet je voor iedere gevangen genomen vee, die moet je terugkopen met een edelsteen. Maar hier hebben we er nog eentje voor de eindfase, de Vleugelboon. Voordat de velden gewaardeerd worden, levert elke vleugelboomperceel punten op voor wie het perceel beheerst. 1 punt per planttype, inclusief vleugelboom, om de percelen die grenzen aan het perceel dat gewaardeerd wordt. Dus, wat wil dat zeggen? Heel concreet, we gaan voor ieder perceel kijken hoeveel verschillende types er rond liggen. Rond deze is dat enkel de paarse en de blauwe die er rond liggen. Dus dat levert 2 punten op voor blauw. Hetzelfde doen we hier. Dit is maar 1 punt voor blauw, want er ligt enkel blauw rondom. Dit is ook 2 punten voor blauw. Dit is 1 punt voor zwart. En dit is 2 punten voor roos. Voilà. Dan mogen we de edelstenen claimen die op de percelen liggen, waar dat we eigendom van over hebben. Dus deze blauwe speler mag deze 2 hier oprapen bijvoorbeeld. Dit is van niemand, dus kunnen we even goed wegdoen. Dit is voor de roze speler en zo verder. Is dat gebeurd, dan gaan we punten tellen voor de percelen. We draaien deze even om en dan zien we hier het aantal percelen dat in een veld zit. Een veld is een aaneensluitend gebied van dezelfde kleur. En hoeveel levert de eerste plaats erop en de tweede plaats? Dus we gaan ze één voor één overlopen. Je kan best ergens aan de buitenkant beginnen en zo naar binnen toe werken. Bijvoorbeeld deze hier. Dit is een veld van 1 perceel. Dan gaan we kijken, dat is gewoon 1 punt en er is geen tweede plaats natuurlijk. Het gele gebied, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velden. Dus dan gaan we al in deze kolom moeten kijken. De eerste plaats is daar 11 punten waard. Tweede plaats 5 en iemand die daar nog bij staat 1 punt. Dus geel heeft hier de meeste percelen ingenomen, 3 stuks. Dus die krijgt de 11 punten, blauw krijgt de 5 punten. Nu ga ik deze hier tellen, dat is iets moeilijker. Het zijn wel maar 3 percelen, dus niet zoveel waard. 5 of 2 punten of 1 punt. Het aantal percelen is hier gelijk. Dus we hebben allebei 1 perceel, dus wie wint het hier? Niet het meeste aantal elfen, nee het nummertje dat het laagste is, de nummer 1 in dit geval toevallig. Dus hier is zwart die 5 punten krijgt en blauw 2. Hier hebben we nog een interessant voorbeeld, 1, 2, 3, 4, 5. Rode percelen, dus 9 punten voor de eerste, 4 voor de tweede, 1 punt voor de derde. Dus de blauwe zijn sowieso het eerste, 9 punten. De tweede, dat is in dit geval wel de gele speler, want ze hebben beide 1 perceel. Dan kijken we dus naar het nummertje en dat is 2 is lager dan 3. Dus de gele speler krijgt de 4 punten en de zwarte speler krijgt slechts 1 puntje. En zo tel je dus alles. Vergeet daar de resterende edelstenen ook niet bij te tellen. Moest het een gelijk spel zijn, nadat alle punten zijn opgeteld, dan ga je eigenlijk gewoon kijken naar wie de meeste veen in de tuin heeft staan. Het gemakkelijkste daarvoor is dat je gewoon nog even de vee die je niet hebt geplaatst aan de kant houdt. Dus wie er eigenlijk nog de minste over heeft, is dan de winnaar. Is dat ook gelijk, dan delen de spelers de overwinning. En dan zullen we nog eens plantjes moeten gaan planten, want dan is het duidelijk dat we aan elkaar gewaagd zijn. Misschien moeten we een andere combinatie proberen dan. Dat was het dan wat betreft deze speluitleg. Moesten er nog vragen zijn, zet ze dan in de commentaren. Dat was het dan wat betreft deze speluitleg. Abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.